Stampen met de voetels, oeh la la. Eten in de buikels, oeh la la. Kussen met handen, oeh la la. Handen in de haren, oeh. Op zondag 19 november, één dag na zijn aankomst in Nederland, was Sinterklaas alweer een schijndel. Zijn tocht begon in de Schakel in Weibos, waarna het gezelschap feestelijk werd onthaald in de Molenstraat. Al handjesgevend liep de Sint richting podium om daar samen met meneer René, meneer Lambert, tante Truus en alle kinderen een feestje te vieren. Groeten doen aan iedereen die zit te kijken. De groeten van tante Truus, ja. Bent u van de los? Kinderen van Schijndel, zijn jullie er klaar voor? Ik heb namelijk iets heel bijzonders. Ik ga namelijk een winkel openen in Schijndel. Wat? Ik ga namelijk een snoepwinkel openen met heel veel snoep, nog meer snoep, nog meer snoep, nog meer taarten en alles erop en eraan. Wow! Die vinden jullie lollies lekker? Ja! Oké, dan verkoop ik lollies. Vinden jullie cupcakes lekker? Ja! Dan verkoop ik cupcakes. Vinden jullie trekdrop lekker? Ja! Dan verkoop ik die niet. Nee, want hier staan er drie die het niet lekker vinden. Vinden jullie taarten lekker? Ja! En die heb ik niet zo goed. Lekkere slappertaart, daar wil ik van eten. Daarna ging de Sint op zijn paard Amerigo verder richting Markt, waar hij werd ontvangen door loco-burgemeester Witlocks. In het gezelschap van heel veel pieten werd daar het feestje voortgezet. Liedjes als Ola Lele werden door alle kinderen meegezongen en natuurlijk mocht de pietenpolonaise niet ontbreken. Welkom, hoofdpiet Sinterklaas. We gaan ze op het podium helpen, want het is een beetje een glad trapje. Dus daar moeten we even een beetje voor opletten. Jongens en meisjes, hij is er nu echt. Het is een hele tour geweest van de Molenstraat naar hier. Maar we hebben er een heel jaar op moeten wachten. En hij is er weer. Mag ik een applaus voor jullie eigen Sinterklaas? Oh, dankjewel, meneer Lambert. Wat een mooie woorden, meneer Lambert. Hallo allemaal. Oh, ik ben zo blij dat ik er weer ben, hè. En ik heb er wel een hele woelige reis voor achter de rug gehad. Maar dat hebben jullie vast allemaal wel meegekregen. Sinterklaas, ja? Heeft u ook de pieternoten meegenomen? Natuurlijk heb ik de pieternoten meegenomen. Maar ik zie ze niet. Dan roepen ze even. Pieternoten. Pieternootjes, meld op het podium. Na dit feest op de markt ging de stoet verder richting Bosweg, waar ouders en kinderen al uren een feestje aan het bouwen waren. De aankomst van Sinterklaas vormde duidelijk een hoogtepunt.
En ook hier kreeg de Sint een mooi programma voorgeschoteld met veel muziek en dans. Sinterklaas. Hallo meneer Lambert. Ja, ik heet u van harte welkom hier op de Bosweg. Op de Bosweg. Juist, we hebben nu 4 haltes gehad, is de 4e halte. En moet u dus zien wat een wolk aan kinderen en grote mensen toch. Staat hier weer gezellig vol. 1, 2, 3, 4. Stappen met de voeten. Jullie. Oh, eten in de buikels. Oh, kussen met de rondbos. Oh, oh la la, stampen met de voetbal. Oh la la, eten in de buikels. Oh la la, kussen met de mondos. Oh la la, handen in de hadels. Oh la la. Nou jongens, gaan we zien dan. Ieder jaar zijn we daar, de toppers van de Sint. Lekker zingen, dansen, springen, feest voor ieder kind. Papa's, mama's, opa's, iedereen zingt mee. Niemand is te stoppen. Nou, zing je nou, hè? Ja, daar komt ie weer. Daar komt ie. Kom ie. Stoppen met de voeten.